ben dus zwaar dyslexisch en ik dacht vroeger, ik ben dom. En ik mag niet meedoen, ik kan het later ook niet redden. Ik kan nooit trouwen en ja, dat lukt me allemaal niet. En daar was ik heel gedeprimeerd over. Ja, voor mijn Sinterklaas waren gedichten en dan moest ik er even voorlezen. Nou, dan barst ik er huilen uit en Sinterklaas was een nachtmerrie. Dan had ik gewoon moeten zeggen, jij kan wel tekenen, je kan niet zo goed lezen. Dus ik lees jouw gedicht even voor. Maar dan zat de hele familie en vrienden van mijn broer allemaal naar me te kijken en dan barstte ik van schaamte. Ieder was dom en dat heb ik nog, en ik heb er nog, denk ik, ik ben dom. En misschien ben ik het ook wel. Maar ik heb me toch eruit gevochten door creativiteit die ik voor mijn moeder heb georven. Die was ook schilder en die was ook altijd met de tuin en bloemen en dingen. En er werd me ook bijgebracht hoe prachtig alles was. Nou, dat zag ik zelf ook wel, hè. Ik had de lagere school doorlopen. Ik mocht zo naar de Rietveld Academie zonder examen. Want ik moest daar een school doorlopen hebben. Maar die hadden niet doorlopen. Dus ik mocht zo in die school meedoen. En toen reed ik van de academie, de Rietveld Academie, naar huis. En er was een homofiele jongen die openlijk vooruit kwam. En die stelde zich ook een beetje aan. Dat geeft ze ook vaak zoiets van, ik ben het, hè. En opeens dacht ik, god, ik ben het ook. Het zou best kunnen dat ik homofiel ben. En toen ben ik, ja, op zo'n wonderlijk gevoel kwam over. Toen dacht ik, dat wil ik niet, ik kan het er niet bij hebben. Nadat dit hele dyslexie en het woordblind zijn en die druk van al die mensen die het me wonderlijk vonden, denk ik, nou, dan word ik weer uitgelachen. Ik pas er weer niet bij en ik wil ze graag erbij horen. Maar dat lukt niet als je homofiel bent. Van die tijd was het nog helemaal, ja, dat kon niet. Maar het was wel moeilijk, ja. Dan ben ik heel hard gaan fietsen. Zo, want ik wil het niet. Maar je bent het toch. Want je kan er niks aan doen. Maar elke leeftijd heeft zijn probleem. Ik vind het nu moeilijk dat ik zo oud word en dan ga ik kraken hier en daar. Ik ben nu waar ik wezen wil. En dan hoop ik dat de dokter en de anderen nog een beetje een pilletje hier, een dingetje daar, om me nog een beetje poosje leven te houden.